Goedendag, u kijkt naar het weerbericht van weerblazen.nl. Vanochtend komt nog laaghangerde bewolking voor op een heleboel plaatsen. Maar geleidelijk gaat de zon weer overal doorbreken. In de kustgebieden blijft nog wel kans op wolken vanaf zee, met name in het Waddengebied. Halverwege de ochtend is het een graad of 18 en vanmiddag wordt het uiteindelijk zo'n 22 graden in de kustgebieden. En een zomerse 25 tot 27 graden diepe land inwaarts. De wind is zwak of matig en waait uit het noordwesten of noorden. Ook vanavond zijn er nog brede opklaringen, Zeker dieper landinwaarts blijft het ook nog een tijdje warm, boven de 20 graden, in de kustgebieden rond een graad of 17. Dan morgen begint de dag lokaal met laaghangende bewolking, maar al snel breekt de zon goed door. Het wordt flink zonnig bij 22 tot 27 graden en een matige wind uit noordoostelijke richting. Ook zondag veel zonneschijn, dan 24 tot 29 graden, plaatselijk zelfs een tropische 30 graden. Dat zijn ook de temperaturen voor de maandag. Dan ontstaan er wel weer stapelwolken. Vanaf dinsdag is kans op een paar regen en onweersbuien en doet de temperatuur al een klein stapje terug. Ik ben Ben Langkamp van Weerplaza.